Hey allemaal, Glenn van Xbox Gaming en dit keer met een nieuwe video review. En wel van de Bang & Olufsen Bioplay Portal Wireless Gaming Headphone. Deze jongen dus. Wat maakt dit nou een headphone? Het feit dat er eigenlijk geen microfoonarm aan zit zoals bij een headset. Hier zit de microfoon ingebouwd. En dan heb je hier in de oorschelpen zie je die zones zitten. Waar ze het geluid dus opvangen. Dan zie je die gaatjes hier overal. En dat vangt dus het geluid op. Maar die zorgt ook voor de noise cancellation wat erin zit. Wat eigenlijk best een goede functie is. Behalve bij de zware bastonen die je bijvoorbeeld buiten tegenkomt. Zoals een voorbijrijdende bus of een overvliegend vliegtuig. Wat in mijn woonplaats nog wel eens een dingetje is. Hier komen regelmatig vliegtuigen over. En ja goed. Het is volgens mij de eerste Bang & Olufsen headphone speciaal ontwikkeld voor Xbox en Windows 10. Maar je kunt hem ook verbinden met je telefoon, daar heb je een hele handige app voor. Dat is de Bang & Olufsen app. En zoals je ziet op de app hier kun je ook makkelijk wisselen tussen de Bluetooth functie en de Xbox functie. En wat ik bijvoorbeeld dan hier kan, is het volume van de headset meteen aanpassen. Je hebt hier gaming voor first person shooters specifiek, roleplaying games, muziek, films. Maar je hebt ook nog een equalizer, kun je alles makkelijk zelf aanpassen met hoge, lage tonen, etc. Als je daar verstand van hebt. En dan heb je hier nog een functie voor de active noise cancellation aan te passen. En dan kun je bijvoorbeeld dat je eigen stem heel erg goed hoort. Dat kan wel eens handig zijn als je aan het streamen bent of iets dergelijks, dat je jezelf hoort praten. En met de Active Noise Cancellation hoor je dus nagenoeg niks. En dan heb je hier bij de Xbox nog de Xbox spelinstellingen. Dus ik wil meer van het spel horen of ik wil meer van mijn party horen. Kan allemaal. En je kunt ook nog hier de linker touchbar kun je aanpassen. Die is normaal voor de Active Noise Cancellation. Maar voor de Xbox kun je hem ook kiezen om dan de game en chat balance daarmee te regelen. Maar dat is wat je zelf wil, dat hoeft dus niet. En dan kun je heel makkelijk door op Bluetooth te klikken, kun je ook naar Bluetooth switchen. Dan gaat die bijvoorbeeld naar je telefoon of met de computer waar je mee verbonden bent. Kan allemaal en dan heb je eigenlijk diezelfde functies weer. Alleen dan hier in plaats van de luistermodi heb je dan niet voor FPS of RPG, dan heb je optimaal of commute, podcast, movie of gaming kan ook. Alleen via Bluetooth kan ik gaming niet aanraden, want de verbinding van hem die kan nog wel eens vertraging opleveren. Hoe dat precies zit weet ik niet, dat heeft met latency te maken. Maar in ieder geval, als je het doet, gebruik dan of een kabel of de Xbox wireless adapter voor de PC. Bij Xbox heb je dat probleem natuurlijk niet, want dat doet hij alleen maar via Xbox verbinden. Ja, ook Active Noise Cancellation eigenlijk precies hetzelfde. En wat je ook kan doen is er één keer, even kijken. Nou, dat doet hij hier dan ook niet. Bij Xbox kan dat wel. Dan kun je hem muten. Door er even op te klikken. En dan komt hier zo'n microfoontje te staan. Daar zie je nu. Dan klik ik erop en is hij gemute. Maar wat het mooie van deze headset is. Hè, je ziet nu ook dat hij gemute is met het rode lampje. Wat het mooie hiervan is. Is dat hij ook. Bij de aluminium afwerking hier. Dit is ook touch. Dus als ik dubbel tap, dan gaat hij van mute af. En als je hem met Bluetooth verbonden hebt met bijvoorbeeld de telefoon, dan kun je daar liedjes mee pauzeren of iets dergelijks. En ja goed, dat werkt op zich wel prima. Verder heb je hier aan de onderkant dus de aan- en uitknop zitten. En dit is de verbindknop voor de Xbox of Bluetooth. Dat werkt eigenlijk best snel en je vindt heel snel de verbinding. De headset zelf is ook echt van super kwalitatief spul gemaakt. En ook die slidebars, dat is iets alsof ze in boter gedrenkt zijn. Dat gaat zo soepel en geruisloos. Dat is echt, en dat is ook gewoon stevig. Dit is ook aluminium, dit is aluminium. Dit is ja, plastic natuurlijk, polymeer. De schelpen en de bovenkant van de headphone. Ik wou bijna headset zeggen. Headphone. Die zijn gemaakt van kalfsleer. Ja, dit is gewoon van stof natuurlijk, de binnenkant. En je merkt hier zeg maar, aan de binnenkant is het echt hard. Want dat is waar die schuifjes zitten. Hoe ver ik hem inschuif, ja.
Ja, dit is inderdaad het profiel waar die dingen inschuiven. Dat is hard. Maar eigenlijk verder er doorheen is het zacht. Dus een beetje kwetsig, hoe we dat hier zeggen. En ja goed, hier zit gewoon een vulling in. En in de oorschelpen zit memory foam. Want je ziet ook, hè, die gaan altijd heel mooi terug naar de originele vorm. En aan de binnenkant zie je ook welke kant links en rechts is. Zo is dat ding gewoon ingesteld. Het is niet dat je hem op twee kanten aan kan of op je hoofd kan zetten. Ik zal hem er eens opzetten nog. En het is de druk zit eigenlijk een beetje op je oren en op je kaken. Hij wordt hierboven nauwelijks gedragen. En hij is ook super licht. Hij is 282 gram. Dat maakt hem eigenlijk uiterst geschikt voor super lange game sessies. Het geluid is ook gewoon goed. Hij beschikt over een Dolby Atmos licentie. Die kun je downloaden in de App Store van Xbox en op de Microsoft Store van PC. En eigenlijk heb je dan net nog wat meer beleving, want Dolby Atmos die, ja goed, dat is op zich wel bekend. Hè? Het wordt ook in bioscopen gebruikt voor de films. En ja goed, maar zoals ik net al zei, ik mis de lage bastonen hierin en die hadden die beleving ja, echt nog beter gemaakt en dat ja, mis ik nu. En dan vind ik 500 euro veel geld eigenlijk, want je betaalt volgens mij meer voor het design en de naam dan de daadwerkelijke kwaliteit van de dingen. Ik zeg niet dat die slecht is, echt niet, hij is echt super top, maar 500 euro zou ik er dan ook wel niet voor over hebben. Vooral gezien het feit dat ik elke keer op het connect knopje moet duwen om hem met mijn Xbox te verbinden. Ik hoef dan niet op het connect knopje van de Xbox te duwen, maar ik altijd even duwen en dat mis ik wel. Want bij mijn Turtle Beach Stealth 600 bijvoorbeeld, zet ik hem gewoon aan en dan krijg ik ploem, melding is verbonden. Ja goed, dat had bij deze ook makkelijk gekund denk ik. Wat verder in de doos nog zit bij deze headphone, dat is een USB-A naar USB-C kabel, dat is voor hem op te laden of om hem te verbinden met de computer, zodat je geen kabeltje nodig hebt voor de verbinding. Ja goed, het is voor niet voor niks een wireless headphone, dus het zou zonde zijn als je dat ding bekabeld gaat aansluiten. En er zit ook nog een 3,5 mm jack audiokabel bij, voor bijvoorbeeld oude apparatuur of als je bluetooth misschien kapot is van de telefoon, dan kun je hem hier gewoon nog insteken met een 3,5 mm kabel, die steek je hierin, met een mini gaatje daar. En het maakt het zelfs mogelijk voor deze headphone om hem te verbinden dan met PlayStation 4 of 5. Die hebben die in de controller ook die aansluiting, net als de Xbox controller hier zo. En ja, ondanks dat die dus voor Xbox en Windows 10 ontwikkeld is, zou dat gewoon in theorie moeten kunnen. Alleen heb je dan misschien niet zoveel mogelijkheden als nu. Ja, hij moet helaas ook terug, dus vandaar dat ik nog even de video review doe. Maar het ding heeft dus echt heel veel mogelijkheden. Hij is super licht, wat je niet zou verwachten van een high-end headphone. Maar 500 euro is eigenlijk wel te veel. En ik beoordeel de headphone dan ook met een 7,9 van de 10. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei!